Hallo allemaal. Hallo. Welkom bij alweer een aflevering van Vraag Vakantie Vincent. En jullie zien het misschien al. Jullie denken van, what the fuck is dit, weet je? What the fuck is dit? Ik zit in een andere omgeving en dat geeft niet. En het maakt ook niet uit. Maar we gaan gewoon, we gaan rocken, man. We gaan knallen. We gaan knallen, man. Oh, wat heb ik er zin in, zeg. Van Lars. Want jullie hebben echt fucking veel mailtjes gestuurd. Want jullie, ik was een weekje weg. Dat moet ik weten. En jullie ook. Want jullie hebben zoveel mailtjes gestuurd. Ik denk, jeetje. Jezus, tering! Die hebben mij gemist, dacht ik. Ja. Maar goed, ik ga gelijk beginnen, want anders ben ik morgen nog niet klaar. En ik heb meer dingen te doen vandaag. Hallo. Van Lars. Hoi Vincent. Wat voor advies zou je iemand van 18 jaar willen geven? Of misschien wil je dat wel helemaal niet. Moet jij weten. Ja, ik had je graag advies willen geven tot je zei, of misschien wil je dat wel helemaal niet. Daarna heb ik er geen zin in. Nee hoor, ik wil je best advies geven, weet je. Ik loop de draak met je te steken. Ja, nee. Wat voor advies? Ja, maar in het kader waarvan? Context, geef me context, weet je wel. Hallo. Nee, Lars. Ik zou je wel even helpen, hoor. Ik zou zeggen, ontdek waar je goed in bent. Volg je hart. En maak andere mensen blij. En dan ga jij een heel eind komen, Lars. Hallo. Zo, dat was vraag 1. Tering, wat gaan we hard. Nou, kom op, Luc Kwakkel. Ja, die computer van mij. Ah, kijk. Gegroet, kale knikker. Hoe kom ik tot ontplooiing en haal ik het maximale uit mijn leven? Kijk, dat is ongeveer een beetje hetzelfde als Lars net had gevraagd. Hoe kom ik tot ontplooiing? Nou, ontdek wat je leuk vindt en ga daarmee aan de slag, weet je. Dat is het enige advies wat ik kan geven. En maak de andere mensen blij. En een beetje respect voor de aarde en al wat leeft. En dan komen we er wel. Nou. Weer Luc Kwakkel. Stuur jij gewoon 2 mailtjes achter elkaar, Luc Kwakkel? Heb je mij niet begrepen misschien vorige keer? Ik wil 1 mail. Anders blijf ik klikken. En die mensen zitten te kijken en die zitten te wachten tot het afgelopen is. Luc, even normaal doen. Wederom gegroet. Het is maar goed dat je zegt wederom, want ja, ik weet het ook niet, man. Wellicht een domme vraag. Maar ik vroeg me af, laat jij je vaccineren tegen COVID? Ja, wat wil je nou van me, man? Wat denk je nou zelf? Even serieus. Weet je, natuurlijk laat ik me niet vaccineren tegen COVID. De enige mensen die zich laten vaccineren tegen COVID, dat zijn bejaarden. En mensen die elke dag Telegraaf lezen en zich laten hersenspoelen door Bo en Jinek en zo, weet je wel. Doe normaal. Waarom? Even serieus. Kom op, man. Wie kijkt die onzin nog? Weet je? Op een gegeven moment ga je gewoon krijgen van, oh jij gelooft nog steeds dat? Ja, oké. Weet je? Doe je ding. Ik zie je later wel. Wij zitten hier met z'n allen te chillen en relaxen te doen. En als je erbij wil, is het ook prima. Maar als jij lekker bang wil zijn en zo'n ding voor je bek wil lopen, ga je gang. Weet je? Zoek het lekker uit. Maar je bent altijd welkom. Maar goed. Nou ja. Ja. De bullshit parade, la 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 la. De bullshit parade, la 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 la. Even kijken, van Maxime. Maxime. Je zou denken dat het Maxime is. Nee, het is Maxine. Maxime. Een soort Maxine-lichtje. Maar dan Maxine-bekers. Maxine-bekers. Dus maximale bekers. Dat is echt een kankergrote beker. Nou, nee, maakt niet uit. Hallo vakantie Vincent, ik heb een vraag. Ja, wie niet? Op welke partij heb jij gestemd? Groetjes. Maxine Beker. Ja, ik in principe
het heb geen nut om te stemmen, weet je. Want het is onderdeel van, het hele, van de hele bullshitparade. Maar ik heb voor de lol heb ik op Willem Engel gestemd. Want ik vind dat die man, ja, die heeft toch wel zijn best gedaan voor ons het afgelopen jaar. En ik vind het wel een toffe peer. En ik denk, ja, het wordt of Haga of Willem Engel. Maar ja, ik wist dat het toch niet uitmaakte. Maar joh, ik denk, joh. Maar goed, dus Willem Engel heb ik gestemd. Fijne gozer. Van Dien. Dien Zuidam. Dien Zuidam. Sorry, Dien. Hier moet je kijken. Wat was dat nou? Hallo. Hierbij een vraag van een medekale. Op welke leeftijd heb je de knoop doorgehakt? Voor mij was dit zo. Ja, nou, moet jij weten. En heb je jezelf kaal geschoren om nog voor een laatste keer naar het stukje schamer op je hoofd in de spiegel te kijken? Voor mij was dit in het verleden nog best een grote stap. Maar nu hebben we daar uiteraard scheid aan. En het is wel goed zo. Groeten de sambalman. Ja. Nou ja, ik zat in de hardcore en daar scheerde iedereen zijn hoofd kaal. Kijk, jij dacht, wat gebeurt hier nou weer allemaal? Ja. Ja, op een gegeven moment heb ik mijn hoofd kaal geschoren. En dat vond ik relaxed. Want ik hoefde niet... Je hoeft alleen maar te douchen en je bent zo fris als een hondje. Je kan gewoon de straat op. Je hoeft niet eens te douchen. Ja, ja, het is wel relaxed om te douchen. Maar dat haren komen... Maar ja, weet je, mij staat het. Ik hoop dat het jou ook staat, Dien. Wacht, ik ga hem even anders zetten. Anders zit ik als een soort halve idioot. Hallo. Hallo. Nee, ja, maar weet je... Iedereen moet lekker zelf weten, joh. Toen ik 14 was, dacht ik dat ik een staart wilde, zo. Net als Jean-Claude Van Damme. Of nee, weet je, gewoon Steven Seagal. Helemaal plat, zo, en dan hier een staart. Maar ik had een soort... Mijn haar, dat ging omhoog staan. Dus ik kon gel erin wrijven wat ik wilde. Ik kreeg het niet plat. Dus ik had hier een soort bol. En dan was ik een half uur bezig. Dan had ik uiteindelijk een soort van recht, dacht ik. En ik maar kam. En dan keek ik weer zo in de spiegel. Dan keek ik een beetje opzij. En dan zat hier weer een sprietje. Ik werd er helemaal kniftig van. Maar goed. Dus ik was 20. En sindsdien ben ik eigenlijk altijd kaal geweest. Ik heb het nog 1 keer geprobeerd. Maar ja. Nee, kaal is relax, man. Maar ja, het moet je wel staan. En ik heb het geluk dat het mij wel... als ik mezelf kusjes had kunnen geven. Mijn kale bolletje had ik hem gedaan. Nee, ja, maar ik doe deze een beetje koud, hoor. Ja. Nee, dus ja, ik ben al 20 jaar kaal, man. En super relaxed. Echt super relaxed. Echt relaxer krijg je het bijna niet. Maar goed. Ik ben ook best wel heel erg relaxed. Moet ik weten. Wat is dit nou weer? Oh, ik hoor hem liever gewoon. Oh, ho, ho, ho. Van Max. Max Eus. Max Eus. Beste Vincent, een hele fijne hallo. Laatst was ik op het strand en leek het mij een goed idee om zand in mijn anus te schuiven. En dat heb ik ook gedaan. Lekker bezig, goos. Alleen toen ik net moest poepen, kwam er een krab uit mijn anus. Anus. Wat vindt u dat ik moet doen met de krab? Nog een geweldige hallo verder. Ja, nou, ik zou de krab gewoon... netjes terug de natuur inzetten waar die hoort. Respect voor al wat leeft, man. Respect voor moeder aarde. Respect voor de natuur. En ik zou even een flinke tube zalf zalf pakken. En je anus goed inzalf. Want als jij net een krat... Nee, als je net een krab hebt uitgescheten, dan zal je anus wel pijn doen. En je endeldarmen ook. Dus even zalf erop, vinger erin, lekker zalven die handel. En dan ben jij morgen weer het ventje, Max. Oké, we gaan lekker, man. Ik ga eens kijken hoe snel ik dit allemaal kan regelen. Het zijn fucking veel vragen. En sneller dan vorige keer. Fabio Besselink, hallo. Allereerst wil ik je beginnen om een hele fijne hallo te wensen. Ik jij ook een hele fijne hallo, Fabio Besselink. Vorige aflevering zag ik dat je blokjes kaas had en je kaasstengels noemde. Dit deed mij pijn aan het hart. Naar mijn mening waren het eerder kaasbalken met mosterd. Maar goed, moet jij weten. Ik wil je even vragen of ik al vakantieplannen had. Of ik al vakantieplannen had. Dus niet of jij al... Of ik vakantieplannen had. Dus niet of hij al vakantieplannen heeft. Je snapt het wel. En je daarnaast alvast een hele fijne vakantie wensen. En een vriendelijk hallo allemaal, Fabio Carpaccio. Vakantieplannen? Nee, niet echt. Nee.
Weet je, het leven is voor mij één grote vakantie. Dus ik vind het allemaal prima. En mocht ik af en toe ergens heen gaan, dan vind ik dat leuk. Ik wilde eigenlijk dit jaar met het hele gezin, met de kinders, huisje, boompje, beestje, wilden we een campertje huren naar Noorwegen gaan. Maar ja, met de bullshitparade die gaande is, ga ik daar nog even niet aan beginnen. Fucking mooi land, Noorwegen, denk ik. Althans, ik heb de vriend van mij is er geweest en toen dacht ik, god, daar wil ik ook heen. Lijkt me een fucking mooi land. Het is ook een fucking mooi land. Dus dat zit nog in de, hoe zeg je dat? In de pijpleiding. Maar ja joh, ik zie het allemaal wel waarschijnlijk weer ergens hier en daar een beetje lenden of zo. Hé, wat is dit nou? Van Jannik Goedendorp. Hallo, hallo en hallo. Ik vroeg me af, moet ik weten, of jij wel eens, moet jij weten, naar Psyfy bent geweest. Aangezien jij bewust bezig bent. Nee, daar ben ik nog nooit geweest. Ik zou er wel graag een keertje naartoe willen gaan. Maar goed, ik heb 2 kinderen en de ene was nog jong. En als ik dan een keer een nachtje weg kon, partyen, want ik heb best wel een druk leven. Zoals iedereen weet, heb ik mijn eigen zaak. En dus ik maak mijn eigen rooster en mijn vriendin werkt ook. En dus dan zeg ik, joh, wanneer moet jij werken? En dan zegt ze, nou dan. En dan stem ik mijn rooster af op dat van haar. Dus ik ben eigenlijk dan thuis papa als zij aan het werk is. Dus ik ben gewoon fucking druk. En, maar goed. Als ik dan een keertje weg kan, dan ging ik liever naar een hardcore feestje. Als ik nog naar een feestje ging, want ik ben nou 40, weet je. Ik heb mijn feestjes wel gehad, maar ja, als ik dan moest kiezen tussen een hardcore feestje of een psychedelic feestje, dan ging ik toch nog steeds wel voor het hardcore feestje. Hoewel ik nu wel een keer een heel graag een keer naar een psy feestje wil. Maar dat komt vanzelf, joh. Als de bullshitparade over is. De bullshitparade, la 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 la. De bullshitparade, la 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 la. Hallo. Dus ja, ik ga er vast wel een keer heen. Van Lucas. Kom op. Een hele goede hallo, Vince. God, wat zijn al die mensen vriendelijk. En wat zegt iedereen vriendelijk? Hallo. 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 Ik zeg hallo. Hallo. Een hele goede hallo, Vincent. Ik moet zeggen dat ik een erg groot fan van u ben. Jongen, trek een nummertje. Koop een, weet ik veel. Schuif in de rij aan. Nee, voor de rest ben ik geen narcist of zo, hoor. Ik moet zeggen dat ik een erg grote fan van u ben. Een grote inspiratie in mijn leven. U bent mijn echte idool. Maar had u vroeger een idool of iemand waarnaar u opkeek? PS, door u vind ik hallo het meest fantastische woord wat er is. Bedankt daarvoor. Geen dank, gozer. Met een vriendelijke hallo van mij. En dat is dan Lucas. Ja, in elke levensfase heb je dan wel iemand waarvan je denkt, nee, die is lekker bezig, weet je wel. Toen ik 7 was, vond ik Cliff Richard en de Young Ones, die deden lekker gek, dat nummer. Got myself crying, walking, sleeping, talking, living doll, living doll. Nou, en dat vond ik leuk. En toen werd ik ouder en toen... maar ik heb nooit echt idolen gehad of zo, weet je wel. Ik vond het allemaal wel leuk wat iedereen deed. Rage Against the Machine vond, begon ik toen kick te vinden. Guns N' Roses, Metallica en zo. Nou, toen kwam de hardcore. En... maar ik moet zeggen dat ik wel heel veel bewondering heb voor Toon Hermans. Toon Hermans, die gozer, die gast, man. Fantastisch. Ja, ik heb het al eerder gezegd, maar hij had dan wel een show geschreven, maar hij liep dan gewoon het podium op en die liep gewoon 2,5 uur, 3 uur lang de zaken, de zaal aan het lachen te maken en gezellig te doen. Net alsof hij gewoon in een café staat, weet je wel. Het is gewoon heel natuurlijk. En Hans Thewe vond ik heel erg tof. Ja, en dat zijn eigenlijk 2 uitersten van elkaar. Want Hans Thewe is gewoon echt een acteur, weet je wel. Die fucking goede acteur. En een geweldige comediant. Alhoewel de laatste tijd niet meer nog wat. Maar als de shows, ja, daar heb ik van genoten. Maar echt idool. Ik ga niet voor de deur liggen voor een kaartje. Of ik ga niet aan je voeten likken. Of weet je. Ik vind het tof dat je het doet. Ik heb bewondering voor heel veel mensen die hun passie leven. Die artiesten, daar heb ik heel veel bewondering voor. Gewoon
echte artiesten, weet je wel. Die art, die kunst maken vanuit hun ziel. Want als er op een gegeven moment geld bij komt kijken, nou, dan weet je wel wat er gebeurt. Dan wordt het kut. Dus, maar goed. Dus ja, maar Toon Hermans, man. Toon Hermans, geniaal. Die gast. Man. Oh, ik ging bijna te ver scrollen. Zag je dat? Nee, je zag het niet, want je kan niet meekijken. Hey, van Rico Romein. Hallo, ik ben bezig met mijn opleiding voor leraar op het basisonderwijs. Moet jij weten? Moet ik weten? Oh, je was me al voor, slimmerik. Als ik op mijn stageschool ben, merk ik steeds meer dat volgers en spullen zoals merklening een belangrijke rol spelen in korte leventjes. Hier erger ik me de tyfus aan. Moet jij weten. Omdat de volgende generatie zo'n vertekend beeld krijgt over wat nou echt belangrijk is in het leven. Mijn vraag, hoe pak jij het aan om het bij je kinderen duidelijk te maken wat belangrijk is in het leven? Aangezien de medicijnen in deze situatie geen optie zijn. Groetjes en een fijne middag of avond, moet jij weten. Of een fijne hallo, had je ook kunnen zeggen, Rico. Een hele fijne hallo. Maar dat deed je niet. Hé, wat is dit? Moet je nou. Moet je eens kijken. Kijk dan. Kijk dan, moet je kijken. Ja, gewoon, weet je. Merkkleding. Ja, wie draagt dat nou nog? Ja, ik heb een hele oude. Ik heb Lacoste polo's en Ralph Lauren shirts, maar die blijven gewoon kerkenlang goed. En ik moet ook wel zeggen dat die kwaliteit ook wel goed is, hoor. Weet je, maar ja, als jij je identiteit uit een merkje moet halen, of als jij dan, weet je, net als met je lippen vol spuiten met botox of zo, weet je, dan word je helemaal gebrainwashed en dan denk je van, ja, ik moet kerkengrote lippen hebben of zo, ik moet botox gaan doen, of, en dan ga je dat doen. Maar die onzekerheid gaat natuurlijk niet weg, want je, ja... Je bent gewoon hersenspoeld. Weet je? Puur. Ik hou van puur. Echt. Echt en puur. Weet je, draag gewoon wat je leuk vindt. En lekker belangrijk. Als het me warm houdt. Kijk, ja, ik heb altijd truien met een tekst op. En die kom ik dan tegen. Hier staat op. We are here to heal, not harm. We are here to create, not destroy. We are here to love, not hate. Ja, als ik dat zie, dan koop ik dat en dan trek ik hem aan. Want dan hoop je iemand nog wat mee te geven in het leven. En natuurlijk heb ik ook wel merkkleding gedragen. Want vroeger, ja, dan ben je puber en dan snap je het allemaal niet. En dan denk je van, oh ja, ik moet meedoen met die boel. Maar ik heb eigenlijk ook nooit meegedaan. Want ik droeg alles door elkaar. Australians met Ralph Lauren overheen. Het interesseerde me allemaal geen tering, man. Maar ergens ook wel. Maar ik was al heel snel uit die breinneuk. Dus leef het voorbeeld, man. Weet je, laat zien wat echt belangrijk is. Muziek maken, dansen, mensen blij maken. De aarde respecteren, eren. Je eigen goddelijkheid leven. Dat soort shit, weet je. En door het goede voorbeeld te geven. Dan gaan de mensen vanzelf wel achter je aan hobbelen. Ofthans, of niet. Weet ik veel. Dan gaan de mensen daar het goede voorbeeld. Geef het goede voorbeeld. Dat is mijn antwoord. PS. Deze periode best zwaar door de lockdown en al die kutzooi. Jouw filmpjes hebben me erg geholpen door deze tijd te komen. Daarom wil ik je keihard bedanken. Nou, bedank me dan. Keihard. Bedank me. Bedank me keihard. Bedankt. Bedankt Vincent. Bedankt. Als jij een filmpje maakt waar je me keihard bedankt, dat vind je geniaal. Doe dat maar. We vliegen er doorheen. 18 minuten en ik heb al heel veel vragen beantwoord, denk ik. Ja, of niet. Ik weet het niet. Maar goed, we zijn lekker bezig. Van Siep. Kom op, Siep. Hallo. Staat er. Beste Vincent, mijn vragen beginnen een beetje op te raken. Omdat je ze allemaal zo gedetailleerd vertelt. Maar goed, we moeten iets. Wat zou je willen ontvangen wanneer de meet and greet zal plaatsvinden? Gewoon als bedankje vind ik wel zo attent. Nou, deze gozer die snapt het. Ik hoef niks te hebben hoor, maar... Die vind ik tof van je, Siep, dat je mij iets wilt plaatsen, maar ik hoef niks te hebben. Joh, als je... Weet je wat ik cool zou vinden? Als jij weet waar jij goed in bent en dat je dat aan mij laat zien. Dus zingen, dansen, tekenen, schilderen, weet ik veel wat, mooie tekening. Prima. Dat vind ik leuk. Iets uit je hart, uit je ziel. Weet je, zing een lied voor me, weet ik veel. Of maak een filmpje. Doe iets cools. Materie, dat boeit me allemaal niet zo. Hier moet je kijken. Daar staat hij hoor. Hier staat hij. Hier, kijk. Hoi! En daar ligt hij weer. Van Lin.
Overbeek. Heeft je vader je verlaten? Nou, ja, niet echt. Mijn vader is in 2007 overleden. Maar verlaten, weet ik veel. Wat is dat voor vraag ook trouwens? Heeft je vader je verlaten? Heb je een probleem, Lin? Heb je ergens problemen mee? Hey, normaal heb ik wat te snacken bij me. Ik heb vandaag alleen mijn lijfdrankje, Spa Blauw. Het lekkerste water wat er is. En ik heb een heel klein stukje chocola. Van de chocolademakers. Biologisch natuurlijk. Misschien ga ik dat eten zo. Maar ik voel hem even nog niet. Van Geert Ruiter. Hey, hallo Vincent. Na het succes van mijn vorige vraag, waar ik enorm wijs van ben geworden, wil ik deze wat compact houden. Fijn man, daar houden we van. Compacte vragen. No bullshit. Moet ik weten. Aangezien de meivakantie eraan komt, leek het me wel geinig om een gerelateerde vraag te stellen. Een gerelateerde vraag. Ja. Om een aan de meivakantie gerelateerde vraag te stellen. Dat is wat jij bedoelt. Maar nu denk ik van, oké, de vakantie komt eraan en dan ga je gerelateerde vragen stellen. Ja, waaraan dan? Wat lul je nou, Geert? Komt-ie. Wat is jouw ultieme vakantie? Is het meer actief, ontspannen, leerzaam of sociaal? Ja, ik ben best wel op jonge leeftijd heel veel de wereld over geweest. En ja, ik weet nog een vakantie in Egypte. Dan lagen mijn zus en mijn moeder op het cruiseschip wijntjes. Nee, we hebben wel met z'n allen één piramide bezocht. Die drie grote, weet je wel. Maar daarna hadden ze de piramides wel gezien. En lagen ze sigaretjes er ook en wijn te zuipen op het cruiseschip. Nou ja, hun ding. Ik ging alles bekijken en bezoeken en met de mensen praten. Gezellig, leuk. Natuur vind ik leuk. Ontspannen vind ik leuk. Ik vind alles leuk. Ik wil gewoon leven, man. Leven. Als ik in een land ben, dan wil ik alles zien. Maar ook chillen. Maar door dat te doen, dan ben je ook aan het chillen. Dus ja, ultieme vakantie. Nou, ik zou wel eens een dieta willen doen in Peru. Met ayahuasca. Met de planten. Een dieta, dat is 3 of 4, 5, 6 weken. Ga je heel veel ayahuasca drinken. Om de dag en heel veel andere planten. Dat, maar met de kinderen naar Noorwegen, wat ik net vertelde, lijkt me ook maar eens kicken, man. Ik vind alles kicken. Maar het ultieme, ik heb geen hulp. Van Bo Homo. Homo Bo. Bo Homo. Zijn jouw filmpjes echt of ben je gewoon een autist? Zijn jouw filmpjes echt of ben je gewoon een autist? Wat lul je nou, man? Wat lul je nou? Zijn jouw filmpjes echt? Ja, ik weet niet in welke trip jij bent beland, maar... Bedoel je of ik een Mogol ben? Is dat wat je bedoelt? Ik ben alles, man, dus ik ben ook een Mogol. And I'm proud of it. I'm proud to be a Mogol. Ik ben gewoon lekker ik. Moet ik weten. Van Mike Rietveld. Wat een kutvraag, man. What the fuck, man? Wat denk je nou? Ja, goed, maakt niet uit. Je kan er ook niks aan doen. Mike Rietveld, levensstijl. Goeiedag Vincent, wat zou je de mensen het aanraden om momenteel te doen in hun leven qua werkstudie? Werk slash studie bedoelt u dan, hè? Onderbouw je antwoord en maak een top 3 van... Onderbouw je antwoord, dit is een opdracht. Ik doe niet een opdracht, Neukert. Gozer. Maar goed, wat zou ik de mensen aanraden om te doen? Nou, nogmaals, ontdek waar jij goed in bent en ga daarmee aan de slag. Ga niet voor een baas werken voor een of ander megalomaan kutbedrijf. Hoe kut is dat? Ja, ik ben vertegenwoordiger voor Coca-Cola. Ja, ja. Ik ben Coca-Cola. Ik leef Coca-Cola. Ja, ja. Of dat je bij een verzekeringsmaatschappij werkt en dan je fucking hard je best moet doen om dan mensen niet geld uit te keren. Weet je wel? Hoe sneu is dat? Of dat je bij een bank werkt. Of je zou maar presentator zijn van RTL Boulevard. Dat soort shit, weet je. Nee, ik zou iets met de planten en de aarde, weet je, dat is de toekomst. Compassie, mensen helpen. Ontdek waar je goed in bent en ga daarmee mensen helpen. Daar word je het meest gelukkig van. Jezus. Nou, we fietsen er wel doorheen, hoor. Van Melle Vocht, met een G. Oh ja, dit is dat, ja, die gaat dan over die gozer praten die dan
allemaal, ik ga er niet eens over beginnen, man. Of alles goed is met Sjaki? Nou, volgens mij wel. Denk ik. Ik weet het niet. Sjaki, waar ben je nou? Waar ben je nou, man? Waarom verstop je nou de hele tijd? Waar zit je nou, Sjaki? Oh, hier ben je. Wacht. Ik pak die kruk er wel even bij. Kut, erin. Hier. Zo. En nou opgehoerd. Ah. Nee, alles is goed met Sjaki. Maar goed, daar ga ik geen aandacht aan besteden. Je had wel een vraag. Of ik kinderen heb. Ja, duh. Hoe ontroerd ik ook was over een nummer als Wij gaan toveren. Ja, dat is een heel mooi nummer. Die had ik laatst herontdekt, weet je. En het is een prachtig nummer. Herman van Veen, die bedoelde het vast goed, maar ergens sloeg hij volledig de plank mis met ze. Want hij zingt als hij kon toveren. Maar wij kunnen toveren, want wij zijn tovenaars. Wij zijn God, wij zijn creatie, wij creëren. Alles wat jij je kan bedenken, kan jij fixen, man. Dus ja, daar in mijn optiek sloeg hij daarmee volledig de plank mis. En toen heb ik het nummer een beetje herschreven. Als wij gaan toveren, komt alles voor elkaar. Als wij gaan toveren, is niemand de sigaar. Als wij gaan toveren, gaan toveren, gaan toveren, gaan toveren. Dan houden alle mensen van elkaar. Elk huis heeft 100 kamers. Elke kamer heeft tv. Je ouders blijven eeuwig leven en jij leeft met ze mee. De rivier is niet van water, maar van sinaasappelsap. En niemand hoeft te leren wat hij eigenlijk niet snapt. Als wij gaan toveren, komt alles voor elkaar. Als wij gaan toveren, dan is geen mens te zwaar. Als wij gaan toveren, gaan toveren, gaan toveren, gaan toveren. Dan houden alle mensen van elkaar. Nou ja, dus gaat hij dan verder. Ik ga hem waarschijnlijk wel een keer voor jullie zingen, helemaal. Maar nu even niet. Ik ben nu met dit bezig. Moet ik weten of je bekend was met het kind wat ik, of dat ik het op straat had gevonden. Ja, weet je, Goos, dit zegt zoveel over jou en echt niks over mij. Dus ja, hier laat ik het bij. Mike Rietveld, hey, hier ben ik net. Hier heb ik net gehad. Zie je? Oh ja, en deze gozer die, die op YouTube, die kan dus waarschijnlijk geen mailtje sturen of zo. Toen heb ik er een screenshot van gemaakt. En ik weet eigenlijk niet of ik zin heb om die dan nu te moeten gaan openen. Want dan, die doe ik als laatst. Ik doe hem als laatst en dan gaan we dat doen. Maar, de laatste keer, hè. Oh, hij opent hem al. Zie je hoe kut het nou is? Nu zitten we te wachten. Nu zit het te wachten tot die kutfoto is geladen. Screenshot, sorry. En, hij is al geladen. Vincent, ik wil ook graag een mail sturen, maar ik krijg altijd een error. Krijg je een error in je hoofd? Of als je een mail stuurt, want het e-mailadres is gewoon jemoeder43@hotmail.com. Ik ben Dieter en ik vroeg me af of je de Alien-films hebt gezien. Zo ja, wat is je favoriete deel? Die heb ik gezien. Zeker heb ik die gezien. Kijk, ik heb hier een kastje. Daar staan echt kankerveel films in. Want het zijn allemaal klassiekers. En Alien is ook een klassieker. Ik heb namelijk film en televisie gestudeerd uiteindelijk. Alien. Ja, en Alien... Dit is ook wel een bijzondere film. Ik heb fucking veel Oscars en zo gekregen ook. Academy Awards, weet ik veel. Maar waarom was dat nou?
waarom was dat nou zo'n bijzondere film in de filmgeschiedenis? Ik weet het niet meer. Moet ik nadenken, ik heb er geen zin in. Nee, één vond ik het beste. Ik denk dat dat gewoon een... Maar de Alien films, ja, een goede film, man. Spannend ook. Maar goed, alle klassiekers heb ik wel zo'n beetje. En ja, moet ik weten, man. Maar goed, die heb ik gezien. Ik vond één het beste. Van Ferry. Hey Finn, ik had even een vraag. Waarom zijn alle mensen tegenwoordig zo egoïstisch en waarom zo dom? Nou, niet alle mensen zijn egoïstisch en dom, maar wel heel veel. Maar je kan niet voor iemand anders denken. En kijk, dat jij dit zegt, je plaatst jezelf nu boven de mensen door dit te zeggen. Dus alsof jij zo fucking geniaal bent of zo. Nee, maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja, zo zijn ze. Ze kunnen er niks aan doen. Weet je, dit systeem is erop ingericht om ons te doen vergeten wat we eigenlijk zijn. En om ons als een soort consumptieslaafjes naar de dood te duwen. En dat hebben ze best goed gedaan. Een tijdje, maar nu is bijna iedereen wakker. En ga maar een gouden tijdperk tegemoet, man. En die oude meuk, die sterft vanzelf uit. En ja, evolutie, weet je wel. En we zijn hier om te ontdekken wat we wel en niet zijn. En om te leven, man. Om te leven. Maar ja, ze zijn gewoon gehersenspoeld. En dit systeem is van de duivel, man. Dit systeem is volledig ingespeeld op ego. Egoïstisch. The Century of the Self. Volgens mij staat hij nog op YouTube. Het zijn 4 delen. Vooral deel 2 is interessant. Heb ik al eerder gezegd. Het gaat over Edward Bernays. Een neef van Sigmund Freud. En de Amerikaanse overheid die zat met een bevrijd volk. En die zat met de handen in het haar. Over hoe ze dat volkje nou in bedwang gingen houden. En toen hebben ze Edward Bernays in het... erbij geroepen van, joh, kom ons eens even helpen. En hij is de grondlegger van de public relations en de marketing en zo. En van het breinneuken. Hallo. Maar goed, verdiep je erin. Edward Bernays, hij heeft propaganda geschreven. Heel interessant allemaal. Ik neem een stuk chocola. Lekker, man. Maar goed, zo zijn ze gemaakt. Zo zijn ze gekneed, weet je. Ze kunnen er niks aan doen. Een plant groeit naar de zon toe. Weet je wel? En de wind en de aarde waar die in staat heeft invloed op hoe de plant. Je kan er niks aan doen. Neem het ze niet kwalijk, laten we het zo zeggen. Compassie. Lekker, man. Even kijken. Van Bojan Koolhaas. Oké. Hallo Vincent, hallo. Ik heb een aantal vragen voor u. Ik heb liever dat je gewoon één vraag stelt, want kom op. Ik kijk natuurlijk altijd video's van jou. Even dat je het weet. Ik ben een Mongool. Oké. Ik ook. Geloof jij in God? Want ik wel. Ik hoef niet in God te geloven. Ik ben God. Wij zijn God. Alles is God. Creatie. De liefde. Whatever. Hoeveel kinderen heb jij? Ik heb er 5. Oeh, dat is pittig, man. Ik heb er 2. Rook je wel eens wiet? Nee. En scheld je wel eens met kanker? Nee. Ja, vroeger wel. Ik gebruik het woord kanker wel. Maar ik kom uit Den Haag. En daar is het heel normaal. Het is meer om de nadruk ergens op te leggen. Er is namelijk een verschil. Het heeft allemaal te maken met intentie. Weet je? Als ik gewoon zeg, oh, dat is een kankerlekker wijf, gek. Dan is dat gewoon om de nadruk ergens op te leggen. Als ik zeg, joh, kanker hoor. Ja, dan ben je aan het schelden. Ik scheld eigenlijk niet meer. Ik scheld niet meer. Heel weinig. Nee, eigenlijk niet meer. Vroeger wel, nu niet meer. Maar
Het is maar net hoe je het gebruikt, weet je. En sommige mensen gaan dan lopen janken. Ja, dan moet ik dat woord niet gebruiken. Want mijn oma, weet je. Iemand die heel dicht bij me staat, die heeft dat nu ook. Weet je. Het is een verschrikkelijke ziekte. En daar moet je niet mee spotten. Alhoewel, ergens is het ook een zegen. Want je krijgt te horen dat je het hebt. En dan weet je dus dat je deze aarde gaat verlaten. Dus dan heb je nog tijd om dingen te doen. Sommige mensen die lopen naar buiten en die krijgen een vrachtwagen tegen hun hoofd. Ja. Maar goed, het is natuurlijk niet relaxed als je dat hebt. Ja. Nee, ik schuil niet met kanker. Nee. Ik zou het een hele hallo vinden als jij deze vraag zou kunnen beantwoorden. Ik heb het toch gedaan, maar ik wil dat jullie één vraag stellen volgende keer. Beste Vincent van Joep Veugen. Joep Veugen. Echt lekker chocola. Wat vind je van de bio-industrie? En de manier waarop we de dieren behandelen. Als producten in plaats van levende wezens. En wat zijn je gedachten bij veganisme? En een hele fijne hallo. Nou, hallo. Weet je, je bent wat je eet. Dus als jij die dieren stress, angst en pijn en verdriet bezorgt, dan ga jij dat opeten. Daarbij, je moet het leven echt respecteren, man. Want karma is real. En daar ga je mee te maken krijgen als je het net over sterven gehad. Jij gaat sowieso met je karma te maken krijgen, man. In dit leven of een ander leven, maakt niet uit. Je moet het leven respecteren. Al het leven. Tuurlijk, als je aangevallen wordt door een beer, zeg je ook kankerstraal neemt op. Weet je, of hetzelfde, maar wat gij niet wil dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. En ja, dat slaat op al het leven. Natuurlijk, de bierindustrie is gewoon ziek. Ziek. Maar wij hebben dat nu nodig voor ons proces om te ontdekken van, oh mijn god, waar de fuck zijn we mee bezig? Komt allemaal goed. Er komt een gouden tijdperk aan. Veganisme, ja. Heel leuk, het is nu een soort hype of zo. Ik ben vegan, ja. Dan vraag ik, ja, waarom dan? Ja, ik vind het zo zielig voor de dieren. Maar een shamaan vertelde me ooit, alles leeft. Het water, de stenen, de dieren, de planten, alles leeft. Het gaat erom hoe jij ermee omgaat. Als jij met respect en in dankbaarheid en in eerbied een kip vangt of weet ik veel wat. En die opeet en die heeft een mooi leven gehad. Niks mis mee, weet je wel. Planten leven ook. Het gaat erom hoe jij het in je systeem, hoe je ermee omgaat. Weet je, kom ik weer bij het verhaal over de lasagne. Als je moeder een lasagne voor je maakt, dan is die 10.000 keer lekkerder. Die lasagne van de Aldi, weet je. Want in die van je moeder zit liefde. Ook al kan ze het helemaal niet koken, toch is die van je moeder lekkerder. Het valt en staat met respect. Maar goed. Daar komen we heel langzaam nu achter. Dus ja, rood vlees. Dat is voor ons. Wij hebben een heel lange darmkanaal. En vleeseters. Echte vleeseters. Die hebben een heel kort darmkanaal. En rood vlees. Dus vleeseters. Dat gaat rotten in je systeem. Dus eet niet te veel rood vlees. Je kan af en toe wel een keer rood vlees eten, maar niet de hele dag. En met respect. Dus dat, Joep. Of ja, heb ik je. Ik heb je vraag beantwoord. Ook al heb ik het niet beantwoord, ik heb hem beantwoord. We gaan lekker, man. Beste Vincent, ten eerste een hele fijne hallo. Graag zou ik duidelijkheid ontvangen over het volgende. Hoe zijn volgens jou de dinosauriërs uitgestorven en is er een connectie te vinden met paddo's? Ik kan hier niks mee. Ik weet niet hoe de dinosauriërs zijn uitgestorven. Ik was er niet bij. Ik heb me er niet in verdiept. Lijkt me wel cool om een keer een dino te zien of zo. Maar ik kan hier niks mee, man. Van Sherano Merks. Hallo Vincent, ik zit al een tijdje met een brandende vraag. Wat vindt u nou echt van Mark Rutte? Fijne avond.
Ja, wat vind, ja, ik heb me daar een tijdje over opgewonden. Om iedereen een beetje wakker te schudden. Ja, wat vind ik van Mark Rutte? Het doet er niet toe wat ik van Mark Rutte vind, weet je. Die gozer moet zichzelf elke keer, elke avond in de spiegel aankijken. En ja, je kan mij toch niet vertellen dat jij als een volwassen man, dat je dit aan het doen bent. Dat je gewoon willens, dus dat je gewoon bewust bent van het feit dat je gewoon bullshit staat te praten. Kijk, ik praat ook bullshit af en toe, maar gewoon met een andere intentie. Om mensen aan het lachen te maken, mensen blij te maken. Maar wat deze meneer aan het doen is, ja. Weet je, gelukkig is mijn karma niet, man. Meer kan ik er niet over zeggen. Ik zou niet in zijn schoenen willen staan, in ieder geval. Ja, wat vind ik van Mark Rutte, ja. Eigenlijk moeten we hem in liefde omarmen. Want die man heeft het echt heel erg zwaar. Maar die zit echt in een heel donker stuk. Ja, weet je, hij mag hier komen op mijn schouder. Dan mag hij uitkomen huilen, weet je. Wat lul je nou, weet je? Maar ja, hij weet het zelf ook. Dus ja, wie neem je dan in de maling? Nou, mij neem je niet in de maling. Ons neem je niet in de maling. Dus wie neem je dan in de maling? Jezelf. Nou ja, ga er maar aan staan. Voor de rest vind ik er niet zo van. Veel van, het is nou eenmaal, het is nodig voor ons proces. Ergens ben ik hem ook dankbaar dat hij het zooitje aanwakkert. Dat het zooitje wakker worden. Dat eindelijk iedereen gewoon wakker aan het worden is. En, er komt een gouden tijdperk aan. Misschien wel de rode draad van deze vraagvakantie Vincent. Het gouden tijdperk. Hé, moet je kijken. Oh, moet je kijken. Moet je kijken. Hallo. Beste Vincent, ten eerste een hele fijne hallo. Ten tweede bedankt voor alle kwaliteitscontent. En tot slot mijn vraag. Wat vind jij de beste video die je tot nu toe hebt geüpload en waarom? Poeh. Wat een moeilijke vraag. Want ja, eigenlijk zijn al mijn video's pareltjes natuurlijk. Oh, zo. Dat heb ik echt nog nooit gedaan. Ah, dat deed pijn in mijn bek. Maar welke ik eigenlijk altijd wel het leuke vond, die heet Wat, met een vraagteken erachter, met hoofdletters. Dus Wat, met hoofdletters, met een vraag. En dan Akasha Edit, geloof ik. En dan zit ik met een wortel en dan hups ik als een konijn wortel eten door het huis. Die staat op YouTube ergens. Wat, vraagteken, tussen haakjes, Akasha Edit. Even een slokje water hoor. Jezus man, het is hard werken dit. Ah, maar we zijn er bijna. Maar dat vind ik een leuke. En voor de rest, alles is toch leuk. Volgens mij zijn we er bijna man. Ja, ik ga niet redden om het kort te doen dan vorige keer. Maar goed. Hé hey, Nora, daar ben je weer. Oh nee. Of Jimmy. Nee, Nora. Toch Nora. Een hele fijne hallo. Hoe gaat het met u vandaag? Nou, met mij gaat het wel prima. Met jou ook, hoop ik. Ja, hartstikke leuk wel. Allereerst willen mijn vriend en ik u bedanken voor de video's die u maakt. Geen dank. Ik weet niet of het nog u weet, maar... jij wil dat ik iets ga zeggen over jouw Frans docenten, maar dat ga ik niet doen. Hoe komt u trouwens op de... Moet jij weten? Weet ik niet. Maar het is wel grappig. Ik ben dat... Ja, moet jij weten. Ik ben het ooit gaan zeggen, maar in principe is dat de essentie, man. Jij moet het weten. Het is jouw leven. Jij hebt de keus. De creatie ligt in jouw hand. Moet jij weten. Dus eigenlijk, de Boeddha zou dat ook kunnen zeggen. Moet jij weten. Weet je, als er een mail op je hoofd schijt en jij bent de hele dag vertiefd ervan. Ja, moet jij weten. Maar je kan ook denken, oh, daar heb ik een mail op mijn hoofd gescheten. Ja, lekker belangrijk. Verder met mijn leven. Jij moet het weten, wat jij ermee doet. En dat gaat denk ik over het ego. Alles wat jij niet bent, of denkt te zijn, je ego. Weet je, als jij, de Boeddha die zit gewoon op een berg en die ziet gewoon alles aan zich voorbij gaan. Eén grote stroom ervaringen. Weet je, de verschrikkelijkste tering zou je kunnen gebeuren. Ervaring. Dus, en wat jij, dus wat je, dan kom ik weer bij die pinguïn. Dat heb ik al 10.000 keer gezegd. Als hier een pinguïn staat, ja, de een vindt het leuk, de ander vindt het niet leuk.
Wat gebeurt er dan echt? Dat er zich een pinguïn manifesteert, als dat al gebeurt. Dus het is aan jou. Moet jij weten? Hoe kom ik aan, moet jij weten? Nou, dus zo, ik begin steeds vaker te zeggen, omdat ik bijna nergens meer druk om maak. En dat is goed, Nora. En allemaal geen fuck die me interesseert. Nou, dat lijkt me niet, want het leven is wel gewoon het leven. En het leven is fucking fantastisch, weet je. Kom op, man. Het is toch een fucking mooie trip. Weet je, haal eruit wat eruit te halen valt. En maak de mensen blij. Zoals André Hazes ooit zong. Dan zul je gelukkig zijn. Want het leven is zo kort. Veel dingen worden anders als je ouder wordt. Je speelt nu nog met blokken, maar dat duurt niet lang. Het is jammer, maar je blijft niet klaar. Waar niet, jongen? Nou, een hele fijne hallo allemaal. Een hele fijne hallo allemaal. Nora en Rinoet. PS, ik weet niet of ik het al had gezegd, maar ik wens je een hele fijne hallo. Jij ook een hele fijne hallo, Nora. Topper die je er bent. Maar wat jij wil dat ik ga zeggen, dat ga ik niet zeggen, man. Van Didi Del Sante. Ik heb vandaag wat uitermate vervelends meegemaakt. Arme Didi van Sante. Ik werd namelijk gestalkt door een jongen die ik een tijdje geleden geblokkeerd had op alle sociale platformen. Hij kwam naast me zitten in de metro en begon steeds mijn been en gezicht aan te raken. Nadat ik een paar keer had gezegd dat ik dat niet wilde en iedereen in de metro zag het gebeuren, maar ze deden niks. Waar denk je dat door komt? Dat hij je gezicht aanraakt of dat mensen niks doen? Ik denk dat mensen niks doen omdat ze niet weten hoe krachtig ze zijn. Omdat ze bang zijn. Maar ja, weet je, wij weten dat wel. Wij weten dat we goden zijn. Dus ja. Ja, mensen zijn bang, man. Ze worden bang gemaakt, zijn gehersenspoeld. Je kan ze niet kwalijk nemen. Het is de oude generatie, weet je. Get over it. Komt wel goed. Een fijne hallo, Didi Del Sante. Zou je me doen? Oh. Foto van mijn pan. Je hoofdpan. Zou je me doen? Ja. Moet ik dit gaan laten zien? Ja, wel niet. Jij stuurt mij die foto. Zou je me doen? Je hebt wel hele mooie ogen, Didi. Maar of ik je zou doen, dat weet ik niet, man. Ik ken je niet. Ik moet viben met... Ik moet iets voelen bij iemand. En als ik dat niet voel, ja, maar ik... Weet je, man. Beste koning Vincent van Ilse, kijk uit. Kijk uit, Ilse, kijk uit! Ilse, kijk uit! Beste koning Vincent, ik heb een paar vragen die ik wil stellen. Maar eerst moet ik vragen of ik toestemming heb. Dat heeft nu geen zin meer. Maar moet ik weten. Ik heb laatst een eekhoorn door het riool zien vliegen. Is dit normaal? Dat weet ik niet. Kan toch? Gewoon prima. Ook was mijn vraag, speel je Minecraft met Shaki? Oh, arme Shaki. Oh, die ligt. Hij ligt helemaal hier. Even kijken. Hij ligt hier. Oh. En nu ligt hij daar. Oh. Het is wel... Kijk, nu is hij kapot. Kan je ook de groeten doen aan mijn vriendin? Je kent haar waarschijnlijk al. Ze heet Nora. Of hoe jij het uitspreekt, Nora. 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 Ze had een mail gestuurd over mijn Frans docent. Ja, jullie willen dat ik dat zeg, maar dat ga ik niet doen, man. Groot hallo moet ik weten. Ja, jij moet het weten. Dag lieve Ilse. Oké, de laatste van Screwface. Cognitieve dissonantie. Hoi Vincent. En een hele fijne. Krijg de tering, Momo. Oké. Ik heb een vraagje over cognitieve dissonantie. Ik merk namelijk dat ik vaak dingen doe waar ik zelf eigenlijk niet achter sta. Oei. Dat moet je niet doen, man. Dit wordt ook wel cognitieve dissonantie genoemd. Cognitieve dissonantie gaat hij dus in de definitie geven. Zullen we het doen? Waarom niet?
Cognitieve dissonantie is de onaangename gewenning, denk ik, ervaring, die iemand ervaart bij tegenstrijdige overtuigingen, ideeën of opvattingen, of bij handelen in strijd met de eigen overtuiging. Mijn vraag voor jou, Vincent, is hoe je het beste met cognitieve dissonantie kunt dealen. Ik probeer te accepteren, maar op het moment dat ik tegen mijn eigen overtuiging handel, maakt het me vaak kankerdepressief. En voelt het alsof ik in oude patronen terugval. Groetjes, Ewa. Nou ja, goos. Niet doen. Weet je, waarom zou je iets doen wat je niet wil? Dat, ja, omdat iemand het zegt dat jij dat moet doen? Nee. Ik heb er geen zin in. Kanker straalt net op. Ik ga dat niet doen. Nee man, ik snap het wel. Dat heeft met je hoofd en je hart te maken, man. Volg je hart. De rode draad van... Was dit de rode draad? Ja, ik weet het niet. Gouden tijdperk. En volg je hart. Volg je hart en als iets niet goed voelt, moet je het gewoon niet doen. Nou, jongens, een hele fijne hallo allemaal. En een hele fijne hallo allemaal. Mocht je nog vragen hebben, je kan ze sturen naar jemoeder43@hotmail.com. En dan kijk ik wel of ik er volgende week aan toe kom. Sjaki, die heeft er in ieder geval zin in. Kijk, heb je Sjaki al gezien? Sjaki is er ook, moet je kijken. Kwak, 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 kwak. Ik ben Sjaki, Radio Bad 1. Kwak, 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 kwak. Oh, dat was een mooie. Hij kwam gewoon met zijn ei zo. Met de ei op de punt van die bureau. Fucking mooi, gek. Maar goed, dit was hem weer. Vraag vakantie Vincent. Een hele fijne hallo allemaal. En een hele fijne hallo allemaal. Hallo!